Het ziet er nou uit dat de Amerikaanse economie in een recessie dreigt te komen en dat maakt beleggers heel erg nerveus. Dat zagen we deze week heel erg duidelijk bij het aandeel en vooral dus bij de koers van Target. Dat aandeel ging namelijk met 25% onderuit na de bekendmaking van de kwartaalcijfers de eerste dag meteen. En de volgende dag nog een keer 5% lager. Maar moeten wij ons hier in Nederland daar ook druk over maken? Hoe gaat het met onze economie? En wat is er nou eigenlijk precies aan de hand met die koersen van die Amerikaanse retailers? Dat wil ik gaan bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een video uit de serie Vrij beurs, Een serie waarin we op vrijdagmiddag gaan kijken naar het belangrijke economische nieuws van de afgelopen week. En een term die we de laatste tijd veel vaker horen, heel vaak voorbij zien komen. Dat is de term recessie. Eén vandaag merkt ook op dat heel veel winkelketens daarop inspelen met hun reclames, met hun advertenties. Ze benoemen de mogelijke recessie, de hoge inflatie en het enorm lage consumentenvertrouwen. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor met onze Nederlandse economie? Nou, daarvoor kunnen we gaan kijken naar het CBS. Die heeft natuurlijk de statistieken, die houdt het telkens bij. En met een recessie is trouwens sprake wanneer er twee kwartalen achter elkaar. Een daling optreedt, een daling van de omvang van de totale economie van een land. Uh, gaan we dus kijken: in, in Nederland zou dat het uh, bruto binnenlands product zijn, het BBP. En kijken we hier bovenin naar deze grafiek, dan zien we eigenlijk uh, het BBP, maar dan het volume daarvan en seizoensgecorrigeerd. Je hebt natuurlijk altijd te maken met seizoensinvloeden en dat soort dingen. Dan zien we hier duidelijk de coronacrisis, het eerste kwartaal. Het kwam volgens mij eind februari en maart halverwege de economie werd er door getroffen. Nou, dat was een kleine daling in het eerste kwartaal. Het volgende kwartaal hadden we te maken met een grote daling. Na de hand ook weer een flinke stijging, want dit is telkens ten opzichte van het vorige kwartaal. Dus als we hier een flinke daling zien en het gaat maar ietsje beter. Dan hebben we het meteen te maken met een flinke stijging. Toen was het een tijdje vlak. En afgelopen jaar zien we wel dat we een beetje zo per kwartaal de verandering nog steeds positief is. Dus het is nog steeds beter dan het vorige kwartaal. Maar de ja, hoeveelheid die het beter is, die neemt wel af. Het, het daalt een klein beetje. En dat zien we hier ook duidelijk bij het eerste kwartaal van dit jaar. Is dat ongeveer eigenlijk gelijk 0% verandering ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dus de, daar lijkt het een beetje dat de trend weg is. En dat we mogelijk misschien wel een negatieve trend gaan halen. Is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Daar is in ieder geval op dit moment nog geen sprake van. En kijken we verder naar de retail, specifiek de omzet van de detailhandel. Dan zagen we die dat die in het uh, eerste kwartaal van dit jaar 14% hoger was. Is natuurlijk wel vergeleken met een jaar eerder. Dus dan krijg je al vaak al te maken met dit soort uh, flinke percentages die hoger zijn. Net zagen we dus wel dat Amerikaanse retailers hard werden afgestraft. Dus laten we even gaan kijken hoe het er eigenlijk voor staat met de Nederlandse detailhandel met de retailers. Nou, het is zoals gezegd, 14% in de plus op, uh, op basis van een jaar eerder. Zien we ook wel dat we toen juist te maken hadden met een daling. Eigenlijk de enige daling die we hier zien. Uh, dus. Dan is het automatisch, als het dan weer goed gaat, wederom heb je vaak al meteen te maken met flinke stijgingen. Dat zien we hier ook wel terugkomen. Heel belangrijk wat hier ook opgemerkt wordt, is dat het hier gaat over de omzet. De omzet stijgt dus met 14%. Maar het waren ook voor een gedeelte de prijzen die toenamen. Het volume. Dat nam toe met 10%. Dat betekent dus ook dus dat de prijzen nog een keer met 4% zijn toegenomen in de detailhandel. En het is heel erg verschillend in welke sector je van de detailhandel zit, hoe het dan met je gaat. Winkels in voedingsmiddelen die zien bijvoorbeeld een daling. De supermarkten zien natuurlijk een daling. Die hebben eerst heel erg geprofiteerd van de lockdown. Supermarkten waren nog open. Nu zijn het juist dus telkens. Dat dingetje erbij, de voedingsspeciaalzaken die nu juist weer profiteren en dat gaat waarschijnlijk dus ten koste van de supermarkten, maar kijk ook vooral naar kledingwinkels, daar zien we bijna een verdubbeling van de omzet ten opzichte van een jaar geleden. Dus Per sector is het eigenlijk een heel groot verschil hoe het ermee gaat. Maar op supermarkten zou je kunnen zeggen dat eigenlijk alles in één keer ja, wel weer positieve cijfers heeft. Gaan we kijken naar verder. Nou, minder faillissementen, dat is wat positief. Je zou verwachten dat er nu meer faillissementen kwamen. Nu de steun wordt afgebouwd. Maar dat is nog niet het geval. Wat wel het geval is, wat heel erg lastig is. En wat ook impact heeft op de omzet. Is onder andere tekort aan personeel en productiemiddelen. Dat zie je hier eigenlijk al terugkomen. Dat hoor je natuurlijk in het nieuws. Heel vaak hoor je het over chips, bijvoorbeeld computerchips. Die heel erg ja, waar een tekort naar is. Bij auto's, bij computers, bij telefoons, noem het maar op. Maar het is natuurlijk ook steeds vaker het personeel waar een tekort naar is. De personeel, dat zien we hier in het lichtblauwe lijntje, dat is het bovenste lijntje, dat was altijd al wat groter. Dat daalde tijdens corona natuurlijk vanwege heel veel sluitingen die er waren. Toen hadden we minder personeel nodig, maar nu het in één keer allemaal weer open gaat. Is de vraag naar personeel enorm. Maar ik kijk kijken ook naar het uh, productiemiddelen, ook dat stijgt enorm. Dus we zouden graag meer willen verkopen. Maar soms is dat gewoon niet mogelijk, omdat we aan de ene kant het personeel niet hebben. Of aan de andere kant de middelen zelf niet om te verkopen. Of de middelen om producten te maken om te verkopen. Maar dat was dus voor Nederland. Kijken we nu naar Amerika. Gaan we wederom kijken naar het bruto binnenlands product. Alleen hier hebben we het wel op maandbasis, terwijl we zojuist naar keken op kwartaalbasis. Dan zie je wel dat het vorige laatste cijfertje hier van uh, april was dat toen het bekend werd. Toen was het een daling van 1,4%. De verwachting was toen nog positief, 1,1% in de plus. En dat zien we hier ook terugkomen. Uh, Q1 was dat nog. We zien daar een negatief. Die is ook rood, maar die was nog positief omdat het lager was dan gedacht. Dus toen was het al een beetje negatiever in maart. In april werd het echt negatief, een echte afname. En de verwachting ook voor deze maand, voor mei, is dat ze wederom zo'n 1,4% in de min gaat. Dus de Amerikaanse economie, zoals gezegd, het is niet op kwartaalbasis, maar wel op maandbasis. Lijkt het er in ieder geval naar uit te zien dat ze nu al twee maanden achter elkaar te maken hebben met een krimp van het BBP. En schakelen we dan over naar de grafieken, naar de aandelen van verschillende Amerikaanse retailers. Bijvoorbeeld naar Costco. Dan zie je al dat ze eigenlijk sinds april, toen het bijna iets boven de 600 dollar stond, nu staat het nog eens op zo'n 422. Dus eigenlijk is er al een derde van af. En vooral afgelopen week, dus uh, samen met Target, gingen ze hard onderuit. De ene dag 12%, de volgende dag ging er nog 1,5% van af. Denk ook bijvoorbeeld aan Walmart. Die hadden eigenlijk eenzelfde trend, uh, zie je daar gebeuren. In april hadden ze het hoogtepunt rond de 160. Nu staat het op 120, dus daar is ongeveer een kwart van af. Maar je ziet hier een flinke daling uh, van 11%, staat hier op de dag zelf nog een keer 6%. Maar ik denk dat het vanaf het hoogtepunt eerder in de week, laten we zeggen daar, tot en met nu, hebben we inmiddels al te maken met een daling van 20%. En natuurlijk het aandeel waar we het dus in het begin al over hadden, target. Die hadden te maken, die kwamen met kwartaalcijfers, daar reageerde het heel erg sterk op. Die dag ging het 24% onderuit zoals gezegd en een dag later dus nog een keer 5% onderuit. En laten we dan even gaan kijken naar die kwartaalcijfers van Target, want die werden dus heel negatief ontvangen. Maar vooral ook concurrenten van het bedrijf die in dezelfde sector zitten gingen daar ook hard op onderuit. Wat is er dan eigenlijk aan de hand met Target? Dan nou, gaan we kijken naar een samenvatting van die cijfers dan zie je in ieder geval dat ze eigenlijk te maken hadden met een groei, een groei van 3,3% bovenop de bijna 23% van vorig jaar waar ze toen mee te maken hadden. Dus de vergelijkbare verkopen die zijn bijna 4% hoger. Dat is vaak met dit soort winkels wil je kijken naar Um, welke winkels hadden ze vorig jaar? Welke winkels hebben ze daarvan nu nog steeds? En hoe verhouden daar de verkopen zich van? Want je kunt natuurlijk ook omzetgroei hebben door extra winkels te openen. Maar dat geeft een beetje een vertekend beeld. Dus wat ze vaak ook zullen vermelden is de omzet van diezelfde winkels op een echt vergelijkbare basis. Nou, daar zagen we dus een groei, dus daar lag het niet aan. Eigenlijk spreken ze dus over heel veel groeipercentages ten opzichte van vorig jaar. Dus dat was niet het probleem waarop het aandeel zo hard onderuit ging. Nou, waarom het wel onderuit ging, dat zien we eigenlijk al een beetje hieronder in. De operating margin, 5,3 die was stukken lager dan de verwachtingen. De verwachtingen van het bedrijf zelf, maar ook van analisten. En omdat het dus heel erg ja, tegenviel eigenlijk ten opzichte van de verwachtingen die beleggers hadden, daarop ging het aandeel hard onderuit. Dat zien we hier ook een beetje naar onderen. Natuurlijk hebben we altijd te maken met een bepaalde guidance die ze geven. Een verwachting. Voor dit uh, tweede kwartaal zeggen ze ook dat het eigenlijk in lijn ligt met de verwachtingen van het eerste kwartaal. Nou, op zich is dat fijn dat het in dezelfde lijn ligt. Alleen het heel vervelende daarvan is dat het eigenlijk het tweede kwartaal hetzelfde is als het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal viel de marge heel erg tegen. Um, dus eigenlijk zijn de verwachtingen ook niet heel erg goed, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant lezen we wel dat voor het volledige jaar het bedrijf zo. Laag tot midden uh, single digits, oftewel misschien 2 tot 5 procent aan um, omzetgroei verwacht. Is denk ik niet heel gek bij een bedrijf van deze omvang. Dan moet je niet dubbele cijfers verwachten. Dus op dat punt ziet het er op zich nog redelijk goed uit. Al zal dat vooral ook te maken hebben met uh, prijsverhogingen, daardoor de omzet stijgt. Dat lezen we eigenlijk ook een beetje terug bij de operating results. Zoals gezegd. De, uh, de operating marge die werd dus best wel laag. 5,3%. Zeker vergeleken met bijna het dubbele een jaar terug. Uh, we zien de marge, de, de gross marge ook afnemen. Meestal zijn de marges bij dit soort bedrijven al niet heel erg hoog. Uh, die moeten het vo vooral hebben van het volume dat ze hebben. En um, dan lezen we eigenlijk hier dit stukje. Dat is denk ik wel een belangrijk stukje. Hier hebben ze het namelijk over uh, dat de marges juist onder druk staan. Geeft denk ik een beetje aan dat ze niet alle kosten kunnen doorberekenen. Dat ze gewoon te maken hebben met heel veel kosten die ze moeten maken. Uh, de marges staan onder druk vooral door de voorraad, die heel moeilijk op pijl is te houden. Door dingen die ze hebben gedaan om het wel te proberen. Maar dat gaat dan vaak tegen hogere kosten bijvoorbeeld. Hogere kosten van het transport. De problemen in de supply chain, dus überhaupt krijgen ze het misschien wel niet, krijgen ze het wel dan tegen hogere kosten. En tegelijkertijd zijn de lonen omhoog gegaan van werknemers en er zijn meer mensen aangenomen, dus meer personeel. Dus al die dingen samen is dat het eigenlijk zo is dat ze gewoon veel meer kosten hebben gemaakt op ongeveer dezelfde omzet. En dat vind ik dat je iets beter en iets duidelijker kan zien op het overzicht van beleggertools.nl. Als je dan naar target, het aandeel gaat en dan naar de cijfers, dan gaat het hier over het eerste kwartaal. Je ziet de omzet, die moeten we dan vergelijken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Oké, okay, die was iets hoger. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar het tweede kwartaal van vorig jaar met het eerste kwartaal van nu. Dat is ongeveer dezelfde omzet. Maar als je dan gaat kijken naar de kosten van de omzet, dan zijn die ongeveer zo'n 1,2 miljard hoger. Waardoor de bruto winst dus lager uitvalt. En dat zorgt voor, dat zie je hier ook. Vorig jaar in het eerste kwartaal hadden ze zo'n 2 miljard aan netto winst. Nu was dat nog zo'n 1 miljard. Oftewel, de netto winst is gehalveerd. En dat zien we eigenlijk ook een beetje als we gaan kijken naar de grafieken. Ze hadden het dus vooral over marges. Nou, we zien hier het aandeel een flinke daling maken. Staat weer ongeveer gelijk met hoe het eind 2020 stond. De PI-ratio /E maakt op dit moment niet heel veel uit. De omzet die is wel iets hoger. Het vierde kwartaal is altijd hoger. Oké, okay, dat is logisch. Dat zien we hier. Dat is gewoon een trend. Gaan we kijken. Nou de marges die ze maken dan zien we wel weer dat die een beetje lager zijn op de laagtepunten punten die we de laatste jaren hebben gezien en dat zien we eigenlijk hetzelfde niet alleen de gross margin maar ook dus de operating margin of de profit margin allemaal neigen ze weer naar het beneden en zeker stukken lager dan dat eerder werd verwacht. En de conclusie is dus eigenlijk zo dat de Amerikaanse economie wel te maken heeft met krimp. We hebben al een maand gehad dat het gekrompen is. Waarschijnlijk deze maand zal de economie wederom krimpen. Dus al wel twee maanden achter elkaar, maar nog niet twee kwartalen achter elkaar. Dat duurt nog wel een, e een tijdje. En dan pas spreek je echt van een recessie. Tenminste, de meeste economen hebben die term, die passen toe, van twee kwartalen achter elkaar, krimp. Dan is het een recessie. Het ziet er natuurlijk niet zo heel positief uit... Ook Amerika heeft te maken met hoge inflatie en heel laag, heel negatief consumentenvertrouwen is, dus dat is niet heel positief. En ik denk ook niet dat het heel erg gaat verbeteren. De, de rente in Amerika gaat al omhoog. Je ziet dat Target, maar ook heel veel andere bedrijven te maken hebben met personeelstekorten. Als ze het personeel al hebben tegen hogere kosten um, en ook de producten om ze überhaupt al te krijgen, als dat al mogelijk is, is vaak ook nog tegen hoge kosten. Dan is het maar de vraag of je ook die kosten die je maakt door kunt berekenen aan de klanten, of die klanten bereid zijn dat te betalen. Is dat niet het Geval, dan gaat dat zoals hier bij Target, dus ten koste van je eigen netto-winst en dat is heel erg negatief. Tenminste, dat wordt heel negatief ontvangen door beleggers. Nou zou je kunnen zeggen dat een hoge inflatie misschien nog wel een beetje kan helpen, want Target zegt het zelf ook, ze zien de kosten de komende tijd stijgen en zeker als de inflatie toeneemt, neemt de koopkracht af. Dus eigenlijk is het interessanter om dingen nu te kopen, omdat in de toekomst is en je geld minder waard en het product duurder. Dus dat is extra negatief. Is het alleen wel de vraag van of klanten dat ook echt gaan doen. Kopen ze nu of stellen ze het uit of kopen ze misschien wel helemaal niet. Het is dus zoals gezegd negatief consumentenvertrouwen, maar de hoge inflatie zou nog kunnen zorgen dat mensen het nu toch nog wel uitgeven. Maar is zeker wel het geval dat klanten dan wel extra goed na gaan denken over een aankoop. Het zal misschien niet zo zijn bij Target of dingen. Waar eigenlijk de normale boodschappen worden gedaan. Maar zeker al bij wat meer luxe producten of bij huizen bijvoorbeeld. Maar wat denk jij eigenlijk van de Amerikaanse economie? Of misschien wel onze Nederlandse economie? En heeft dat nog impact op de uitgaven die jij doet? Of misschien juist wel de investeringen die je doet? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker een duimpje omhoog. Wil je niets meer missen in de toekomst? Abonneer je dan op het kanaal onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en een fijn weekend.